Dus we hebben nu een oplossing bedacht waarbij we zaterdag beginnen al met het neerzetten van stijgers. We gaan de draagbalken versterken door waar de platen zijn, waar de haarscheurtjes zitten, te vervangen of er overheen te doen. En te beginnen bij de zwakste plekken en dan vervolgens die hele brug af te werken waar het nodig is. En dat zal duren tot ergens in begin december. En wat we hopen is door met de zwakste plekken te beginnen, dat we eigenlijk al eerder het vrachtverkeer er weer overheen kunnen laten. Omdat die dan al stevig genoeg is. Dus dat we de winkel alweer open kunnen doen tijdens de reparatie.